Goedenavond iedereen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en ik start de vlog in de avond, gelijk dat ik net zeg. Want het is ondertussen 8:20 s'avonds en ik ga even iets gaan doen. Normaal moest ik gaan fietsen vandaag, maar we hebben een probleempje, want het was aan het regenen. Dus ik wou dat niet doen en ik wou ook niet op de rollen, want mijn fiets is nog niet gekuist. Dus dat ga ik nu even gaan doen en dan kan ik morgen misschien fietsen, morgenavond. En dan gaat normaal gezien ook beter weer zijn. Maar in de ochtend moet ik ook lopen, een uurtje. En ik ga even mijn Achillespees testen, een uurtje. Ik heb mijn loopkleren klaargelegd, die liggen hier klaar, voilà. Een kousen, onderlijfje, t-shirt, lange broek en mijn shortje erover. Dan kan ik mijn telefoon erin steken. Dus dat ligt klaar voor morgen vroeg. En dat ga ik morgen vroeg aandoen. Ik heb ook de vlog moeten editen, dus de vlog is geëdit. En ik heb ook lasagne gegeten, dus mijn maag was nog super vol. Dus eerder dat ik pas op de fiets kon, was dat later dus wel uitgesteld. En ik was ook moe. Normaal ging ik eigenlijk vroeger naar huis komen vandaag. Vroeger gaan werken, dan kon ik vroeger naar huis, dan kon ik gaan fietsen. Maar deze ochtend was ik de wekker aan het snoezen en ik ben letterlijk een uur later dan dat ik moest uit mijn bed gegaan. En ik moest een uur en half fietsen, dus ja, dat is een uur vroeger dat ik, of later dat ik eigenlijk van werk terugkwam. Dus ja, maar het werken is goed gegaan vandaag. Ik heb vandaag tutorials gekeken, of de hele les, het lessenpakket zeg maar, afgewerkt van Symfony. En het is allemaal... Ik zou het niet zeggen vanzelfsprekend, want er zijn zowel een paar dingen aan Symfony specifiek die ik nog even, waar ik nog even aan ga moeten wennen. Maar daarom ben ik even een projectje aan het maken en daar ben ik in de namiddag mee gestart. Ik heb al die lessen dus afgekeken. Ik heb even gestart met een eigen projectje. En dan binnenkort mag ik een beetje werken aan een echt project. En morgen... Ja, ik denk voormiddag werk ik mijn eigen projectje af en dan kan ik dat tonen. En dan kan ik dat eens overlopen met een andere lead developer op het project waar ik op ga werken binnenkort. En dat is een super vriendelijke man en die helpt mij wel met als ik vragen heb, als er iets is of zo. Dus morgen maak ik dat af, dan overlopen mijn code eens om te zien of dat goed is. En dan mag ik waarschijnlijk naar het echte project gaan. En dan zijn we ons goed aan het inwerken, dus dat is top. En dan ben ik de eerste week al bijna direct in het echte project aan het vliegen, dus dat is wel tof. En dan ga ik nu dus even naar beneden, naar de fiets. En ik zal jullie wel even meenemen, want ik ga gewoon mijn fiets even een klein beetje proper maken. Dat hij toch proper is om morgen te fietsen. En ik ga jullie eens tonen wat het probleem is met Nol en haar spaken. Want ook, ik moet naar de fietsenmaker gaan, maar ik weet niet wanneer dat doet. Hè. Nu dat ik zelf fulltime aan het werk ben, ik weet niet wanneer dat mensen tijd hebben om dingen te doen. Maar goed, het leven is zo druk. Maar op zich, ik moet wel zeggen dat het wel nice is, want ik werk... En ik kom thuis en ik heb niks meer te doen, dus dat vind ik wel chill. En op mijn werk is het ook chill. Ik zit gewoon achter de computer, ik ben een beetje aan het programmeren, een beetje lessen aan het kijken. En een beetje aan het praten met mensen, koffietje aan het drinken, een beetje water aan het drinken. En dat is gewoon mijn job. Dat is toch zo raar nu. Ik kom van school, van werken, lessen volgen, opletten, focussen, naar huis komen, weer lessen maken. Naar gewoon dit. Naar dat ik thuis kom en dat ik niks meer te doen heb. Dus dat is wel tof. Maar goed, ik neem jullie mee even naar de garage, naar de fiets. Oké, dames en heren. Mijn fiets heb ik even vlug een klein beetje properder gemaakt. Dus die staat goed in orde voor morgen. Ja, genoeg toch al om te fietsen. Maar kijk, ik ga tonen met deze fiets wat nu het probleem is. Hè. Dus kijk, hè, normaal gezien, je spaken, als je zo op je spaken doet... Zo. Kijk, dat buigt niet. Zie, dat zit echt strak. En daar, hier ook, zie je, dat kan een beetje buigen, maar niet echt neig. En dan bij deze fiets, als je hier naar de spaken kijkt, zie je hoe los dat zit? En je hoort dat ook, hè. En er is hier zelfs een spaak ergens. Zie, dat zit super los. Ja, kijk, zie deze. Zie deze spaak. Dat is niet de bedoeling hè, van een spaak. En vandaar dat als je de achterwiel draait... Kijk, als je het achterwiel draait, normaal moet dat mooi recht blijven. Maar dat achterwiel, dat gaat zo'n beetje van links naar rechts. En dus dat is iets wat gefixt moet worden. Maar ik ben buiten adem, jong. Dus dat is iets wat gefixt moet worden op de fiets. Maar voor de rest staat die fiets eigenlijk best wel in orde. En ik denk dat dat wel een goed fietsje is voor Nolan om mee te beginnen. Gelijk dat ik zei, wel in de vlog die ik daarnet heb geëdit, maar je kon het moeilijk horen. En ik kon het zelf moeilijk ook horen, vandaar dat ik geen ondertiteling had gezet. Maar ze was iets aan het zeggen van loop pedalen. En je hebt dus verschillende pedalen.
Je hebt op de mountainbike heb je zo van deze. En dat zijn SPD'tjes. Ja, die zijn nu van Rockrider, dus van Bitwin zelf. Maar het ook van Shimano heet dat systeem eigenlijk SPD. En dat is vooral voor mountainbike, gravelfiets, cyclocrossfietsen, spinningfietsen denk ik ook dat daar hebben. Ah kijk, voilà, hier heb je ook zo'n setje liggen. Van deze zijn wel van Shimano, denk ik. Kijk, dat zijn ze ook zo van die Shimano SPD. Ah ja, Shimano SPD pedalen. Kijk, voilà. En op een koersfiets. Even zien. Kijk, hier heb je look pedalen. En bij deze heb je, die lijken op elkaar, dat is Shimano SPD SL. En het systeem van Shimano heet dus SPD. En SPD SL is dan eigenlijk de variant dat je op een koersfiets hebt. Omdat daar, ja, daar moet natuurlijk niet zoveel aarde door, door kunnen. En je moet daar iets een bredere basis op hebben op je pedaal. Dus daarom dat je die pedalen hebt op een koersfiets. En een ander merk, Luke, heeft ook zo wat van die pedalen die er zo uitzien. Maar dat heet Luke Keo, denk je dat dat heet. En die zitten op de Kyoto, hier op deze fiets. En dat was mijn oude koersfiets, maar ik voelde mij daar niet zo veilig op. Vandaar dat ik Shimano SPD SL heb gekozen. Maar ik heb die oude pedalen wel nog, die ik vroeger gebruikte, die eigenlijk op die Specialized zaten. En dat zijn deze. En dat zijn ook Luke's. En ik denk dat ik nul ben gaan beginnen leren met Luke's rijden, omdat je daar toch iets losser zit dan Shimano SPD SL. En ja, eigenlijk zijn dat ook gewoon goede klikpedalen, maar dat is gewoon omdat ik, als ik aan het sprinten was, voelde ik me daar niet echt veilig in. Maar ik sprint nu niet echt meer, misschien in triathlons, maar niet gelijk in koersen. En Nolwenn gaat al zeker niet sprinten, dus zo'n Shimano, zo'n Luke pedaaltjes gaan zeker goed genoeg zijn. En eigenlijk in het profpeloton rijden er sommigen zelfs ook met Luke. Alhoewel, ik denk nu minder en minder, maar vroeger reden er ook nog mensen met Luke, dus die pedalen zullen ook wel goed zijn. Dat kan zijn dat ik gewoon een slecht stelletje pedaal had of dat dat niet goed afgesteld was. Maar die gaan we dan uiteindelijk ooit eens vervangen met deze pedalen. Pedalen die erop zitten, dit zijn gewone pedalen. En Nolwenn gaat dan eens zo van die klikpedalen ook doen. En dan gaan we dat ook eens testen, dus dat is wat tof. Maar alleszins, waarvoor dat ik dus naar de fietsenwinkel wil gaan, is omdat ik hier dus een paar fietsen heb hangen, die eigenlijk niet echt vaak gebruikt worden. Ik zal anders beginnen met deze. Dit is de Kyoto. En deze fiets had ik eigenlijk er twee van. En ik had één fiets en twee frames. En dit was eigenlijk het... Volgens mij... Ah kijk, ik heb hier zelfs nog een sticker op geplakt. Kijk, deze moet in orde bij de fietsmaker voor verkoop met wheelset. Dus deze wheelset kan mee verkocht worden die er nu op zit. En dat is een mooie trainingswielset. Maar ik heb ook nog deze Cuore wielen hier staan. Dat zijn carbonen wielen met een carbonen remrand. Alleen, dit is de body. En kijk, dat zit los. Hier, dat kan je bewegen. En dat moet eigenlijk normaal gezien mooi loodrecht zitten. En kijk, zoals je ziet... Dat zit niet meer loodrecht, dat zit los. Dus ik weet niet of dat kan. Daar moet een nieuwe body op, denk ik. Ik moet alles een keer vragen aan de fietsenmaker of dat kan. En of dat die remrand nog geschikt is en zo om mee te fietsen. En als dat zo is, dan steek ik die hier op en dan gaat die quota weg. Want alleen Lucas reed daarmee. Maar ja, het is een beetje jammer om hier een fiets te laten staan voor alleen Lucas. Als Lucas met de koersfiets wil rijden, dan moet hij misschien zelf maar eens een koersfietsje kopen. Die fiets staat hier anders super, super lang al. En dan, dit was dus mijn allereerste koersfiets, deze. En dat is dus een Specialized Secteur Elite. En ik heb hem eigenlijk super mooi nog kunnen krijgen, kijk zoals je ziet. Ik heb hem echt nog mooi kunnen poetsen en zo. Dus dat is echt nog een tof fietsje om met Nolwenn om mee te beginnen. Die gaan we nog even houden, nu dat Nolwenn er nog even op gaat. En misschien als ze ooit zelf een koersfietsje koopt, dan kan deze ook weg. Maar daar ben ik mee begonnen en dat is op zich nog... Goed genoeg voor nu, dus die gaan we even laten staan. Deze Canyon, goh, ik ga heel eerlijk zijn, dames en heren. Die zadelpen, die kraakt een klein beetje. En ik heb nooit echt het comfort gevonden dat ik met deze quota had. Wel een supersnelle fiets, ik ben er super content van. Ik ben super geprivilegeerd, een dure fiets. Dus. Maar ik heb nooit echt het comfort gevonden dat ik op de quota heb gedaan. Deels ook omdat ik er geen bikefit op heb gedaan. Dus misschien is dat ook gewoon mijn fout. Maar ik ben wel echt content van die fiets. Hij rijdt super snel, super stijf. Maar het is ook een aerofiets, dus misschien ook daarmee dat ik niet echt 100% comfort heb. Of misschien is zelfs de framemaat niet 100% goed. Maar ja, nooit echt 100%... Ja, mijn fit of zo erop gevonden. En ik dacht, misschien komt dat wel, misschien groei ik daar wel in. Maar ik heb het toch niet echt gevonden. Dus ik ben eerlijk gezegd wel een klein beetje aan het twijfelen om misschien deze weg te doen. Deze te verkopen, die Canyon iRoad.
En misschien een andere fiets te kopen of misschien zelf een fiets op te bouwen. Maar dat moet ik nog zien. Maar ja, bon, als die fiets weggaat en de quota, dan komt er wat budget vrij. En ja, misschien dat ik mij dan eens een andere fiets ga kopen. Uiteraard, die wielen hou ik wel. En dan zet ik gewoon de DT Swiss wielen daar terug op. Maar de Hyperwielen, daar ben ik eigenlijk meer content van dan de DT Swiss. Dus die hou ik sowieso. En die heb ik natuurlijk ook gesponsord gekregen. Dus die hou ik. En dan kan ik uiteraard een gewone frameset kopen, een groepset. En de wielset heb ik dan al. En dan kan ik misschien mijn eigen fiets bouwen. Dus dan is dat ook weer iets leuks. En misschien kan ik daar ook wel wat content over maken. Maar ja, kijk, dat zijn zo wat dingen dat ik van plan ben. En ik heb hier nog zo wat andere dingen liggen. Gelijk, ik had hier nog een wielset, maar bon, deze... Maar het achterwiel is kapot, dus dat hebben we naar het stort gebracht. Ah, kijk, en dit is zo'n wielset waarbij dat je kunt zien dat wiel wel gewoon goed is. Zie je? Deze wil ik eigenlijk zelfs gratis weggeven, omdat dat is geen wielset meer. Maar bon, dat is wel een voorwiel. Dus als je deze wilt hebben, dan mocht je mij altijd een berichtje sturen... En dan kunnen we misschien wel iets regelen en dan mocht je van mij deze wielset of dit voorwiel komen halen. Dat is voor koersfietsen met een aluminium velgrand en dat is een normale afmeting, denk ik. Ja, dat zal wel een normale fietsafmeting zijn. Dus als je dat wiel graag wilt hebben, stuur mij een DM'tje op Instagram en misschien kunnen we iets fixen. En dan deze winter wil ik uiteraard wel nog... Een keer op de mountainbike rijden. Ik heb ook al met Jente afgesproken om een keer te gaan mountainbiken in Denderlee. Want ik heb eigenlijk altijd al gemountainbiked hier en daar niet. En daar heb je echt zo vrij technische stroken. Omdat daar natuurlijk bergop en bergaf gaat. En het lijkt me echt leuk om eens samen met Jente deze winter te gaan mountainbiken in Denderlee. Dus misschien kunnen we dat eens doen. En er zijn ook zo toertochten eigenlijk, hè, van mountainbiken. Dus misschien moet ik eens zo'n toertocht gaan rijden met Jente. En dat zou ook wel tof zijn. Bon, als er een fietsmerk aan het kijken is en ze willen mijn carbon mountainbike opsturen, mocht je dat natuurlijk ook altijd doen. Maar ja, kijk, dat zijn zo wat de plannen die ik heb zo met die fiets. Dus ja, misschien volgend jaar een nieuwe fiets. Ik heb ook van de club van 3MD hebben ook veel korting voor een koersfiets. Dus misschien via de club. Ik moet nog eens gaan kijken naar de fietsenwinkel, maar ik zeg het, daar kan ik wel, heb ik wel nog tijd voor en daar kan ik wel nog tijd voor maken. Dus dat kunnen we misschien binnenkort wel eens doen. Dat was het eigenlijk. Ik dacht eigenlijk dat ik meer werk ging hebben aan de fiets. Maar nu heb ik het eens uitgelegd aan jullie hoe dat zit. Dus trouwens, nu dat ik eraan denk, misschien kan ik zaterdag met Nolwenn gewoon al direct een keer naar de fietsenwinkel gaan kijken in Appels bij 3MD. Maar dat zijn zo wat ideeën die door mijn hoofd spoken. Nu dat een van mijn kijkers, Kobe, die heeft zijn eigen Specialized gemaakt. En iemand die ik ken, die had ook met datzelfde frame toen een Specialized gemaakt. En ik dacht, eigenlijk zo moeilijk kan dat nu toch niet zijn. En tegenwoordig met DI2 en zo... Moet je niet echt heel veel meer kennen van mechanisch schakelen. Dat is allemaal vrij automatisch en via de apps, denk ik. Je hebt er wel een bepaalde sommige tools voor nodig. Maar bon, dan koop je die even en dan kun je die nog altijd terugsturen. Of dan gebruik je die. Dan heb je die tools, dat kan ook natuurlijk. En dan kunnen die uitlenen aan vrienden. Maar misschien dat ik dat fietsje wel een keer zelf zou durven maken. Dat lijkt me wel leuk. Als jullie trouwens suggesties hebben, het is handig dat ik het zeg. Laat het even weten in de comments. En dan kan ik eens even kijken naar frames of dingen. Ik zou denk ik sowieso wel... Ik heb een groepset van Ultegra DI2 gezien. Dus ik denk dat ik sowieso Ultegra DI2 zou pakken. En de wielen heb ik. Dus je mag mij gewoon een frameset doorsturen wat je denkt dat wel tof is. Dus ja. Oké. Okay. Ik ga terug naar binnen. En dan ga ik al de vlog afzetten. Want er is eigenlijk niet veel meer te doen. Morgenochtend heb ik mijn wekker gezet, heel vroeg, en dan ga ik gaan lopen. Ik denk dat het al donker gaat zijn, dus ik heb, en nog koud, dus ik heb een korte broek, of een lange broek, lange mouwen, onderlijfjes en al klaargelegd, en dan morgenochtend gaan lopen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog, het spijt me dat het wat korter was. Binnenkort wel komen er weer leuke dingen aan, en van het weekend plan ik weer wat content. Dus hopelijk hebben jullie genoten van de vlog, morgen ben ik er weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur, merci om te kijken, en zoals ik altijd zeg... Ciao. Kus.